In het park aan de Wilgelaan zijn onlangs door buurtbewoners activiteiten georganiseerd voor kinderen. Hier 4 jaar geleden ben ik hier komen wonen in de buurt. Er was niks te doen. Er kwamen er enkele kinderen, kan je niet wat voor de buurt doen. Dus we zijn begonnen met een springkussentje op het parkeerterrein. Samen met Laura Metiari, die was aanwezig. Met de SWT en de woningbouw SCW. Nou, van het een kwam het andere. En toen zijn we steeds meer gaan doen. Toen Sinterklaasfeest erbij. Toen kwamen de moeders van, is er nou niks voor het buurthuis te doen? Maar wij hebben geen buurthuis. Alleen, er stond daar van de wandelvereniging, die stond daar voor 4 dagen leeg. Dus ik naar de gemeente geweest. Wij zijn eerst naar de wandelers geweest. Daar heb ik gevraagd, kunnen we om de tafel zitten? Dat is 4 keer 9 gezegd. Want je krijgt een bepaalde subsidie per jaar, zodat je dat kan investeren voor de buurt. Nou, ben ik naar de gemeente geweest. Die hebben het onderzocht. Die vonden het ook weer niet haalbaar dat we met de kinderen in dat gebouw zitten. Dus waar even? Nou, heet 2 verhalen, hè? Nou, dat werd afgehouden met de boot, dit en dat. Ik denk, nou, dan gaan we gewoon door. Nou, dus we houden het gewoon hier ook. Tentje hebben we, veel hebben we niet nodig. Springkussens. Gratis drinken, gratis eten. En je ziet het wat er spelen in de buurt.